Ik ben aan het vloggen. En vandaag vloggen we op de GoPro, want we gaan namelijk naar de Zoetermeerse kermis. En ik ga niet naar een kermis mijn vlogcamera meenemen. Ik doe een hoop en ik durf een hoop, maar dat durf ik niet. We gaan beginnen. We gaan lekker onderweg. Nou, we zijn... Je hebt een nieuwe GoPro. We zijn aangekomen in Zoetermeerse kermis. Op de Zoetermeerse kermis. Ja, en het is weer heel erg saai en heel erg klein, maar hij wilde naar de kermis. En we gaan aankomend weekend weer met Jerry en Janine. Ja. Nou, dit is het dan. Dat was hem. Dat was de kermis. Dat was hem. We staan onder de booster. Ja, er staat Max op, maar dit is niet de booster Max. Ja, we gaan maar gewoon wat doen. Ja. Al mijn geld opmaken. Zitten ze dan nu te huren?
drie ballen gooien. Maar ik ga hem aan mijn collega en haar kindje geven. Maar dan moet ik er even zoeken. Oké, nou, ik heb mijn collega niet gevonden. Dus Ben zegt, leg hem in die bakfiets. Dus we hebben hem in een bakfiets waar een kinderstoeltje in zit. Top! Zoals we al zeiden, echt een heel kort bezoekje aan de kermis. Want het is gewoon een kermis van niks. Maar wat gaan we nou doen, Janice? We gaan naar de Mac. Wat zie ik daar? Patatje eten! Lekker? Ik heb een Oreo. En een McGrab. Oh, lekker! Hebben jullie kattengras van ons gehad? Lekker, Luna? Dat jij? Amy koudt er echt op alsof ze het jaren niet heeft gehad. Vind je het lekker, Amy? Lekker, Lea? Dat geluid van jou, Amy. Jij bent echt grappig. Janice vindt mij niet knap. Nee, geintje. Nee, we hadden het nergens over. Janice die zegt altijd tegen die katten: hi, mijn knappe kind. En ik zei: waarom zeg je nou nooit dat ik knap ben? En toen zei ik: dat zei ik gisterochtend tegen jou toen we samen wakker werden. Geloof haar niet. We zijn even aan het discussiëren en even aan het uitdokteren. Wat we met de katten gaan doen als we naar Defcon gaan. Want we hebben oppas gezocht. Ja, we gaan ze in laten slapen. Nee. Want we kunnen geen oppas vinden. Maar er zijn dus... We kennen heel veel mensen. Iedereen die we toevallig kennen, die op de katten kunnen passen, zijn of op vakantie, of weg. Hou ze op! Ik ben aan het vertellen, maf Kees. Ik vind mij helemaal niet aardig. Maar goed, die zijn dus of op vakantie, of ze zijn weg. Dus die kunnen niet oppassen. Terwijl wij altijd voor iedereen klaarstaan, dan ga je. Nou ja, eigenlijk wel. Nee. Maar ja, weet je, als mensen op vakantie zijn, dan is dat gewoon niet anders. Ja, en Defcon duurt toch 4 tot 5 dagen. Dus wij zaten echt van, ja, hoe gaan we dat dan doen? Dus Ben die bleef volhouden van, ja, nou ja, dan gaan ze maar gewoon naar hun moeder. Maar ik vind dat niet fijn, dat onze katten in een ander huis zijn, met andere dieren. Ik heb liever dat ze in hun eigen huisje blijven en dat we dan hier een oplossing voor zoeken. Nu zijn we dus aan het discussiëren geweest. De woonkamer blijft sowieso dicht. Dan willen we de slaapkamer katveilig gaan maken. En dan gaan we daar mandjes neerleggen. Dan kunnen ze daar slapen of in een mandje of op het bed. Dan willen we de krabpaal in de gang zetten samen met 3 automatische voerbakken. En die geven dan om bepaalde tijden geven die dingen dan zoveel voer. En dan zijn nu even aan het testen hoe lang ze doen met 3 waterbakken. En dan kan iemand 1 of 2 keer eventjes die waterbakken sowieso vullen. Maar dan hoeven mensen dus niet elke dag te komen. Wat wel heel fijn is voor ons. Ja, onze maar ook voor die mensen. Onze buren Harm en Emilia, die zijn er niet meer. Wij hebben toen voor hun katten gezorgd. Dat zou wel heel fijn geweest zijn als zij er nog waren. Ja. Ja, ze hebben nu ook net een kindje gekregen. Dus. Ja. Ja. Dus ik ben benieuwd. Morgen komen die voerbakken binnen? 25 mei. 25 mei. Woensdag. Dus woensdag. Woensdag komen de voerbakken binnen. En dan hebben we voor elke kat 1. En tegen die tijd is Luna ook 1. Bijna 1, duurt een week. Dus dan zit ze ook op het volwassen voer die Lea en hij meekrijgen. Want anders krijg je dat gezeur weer. Dat Luna weer niet van dat voer mag eten en andersom. Ja, dat probleem is echt lekker dat we dat niet hebben. Ja, dat is echt ja, hadden we zo'n Surefeed voerbak gekocht voor Lea. Want die eet haar voer vaak niet op. En dan pakt of Aimee het of Luna. Maar de laatste tijd gaat dat weer een stukje beter. Alhoewel, nu weer wat minder. Ja, nu weer wat minder. Ja, die dingen die zijn €136. En toen hebben we de bestelling geannuleerd. Omdat het alweer 8 weken verder was voordat het geleverd werd. Ja, doei. Het duurt veel te lang. Zo, nou, ik ben vergeten om de vlog af te sluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het een leuke vlog vond. Vergeet niet te liken, te delen, te abonneren. Vergeet niet bij 500 abonnees, geef een mini kampioentje weg. Dus help ons daarbij. En bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei doei.